U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland, hoofdzakelijk sluierwolken, en dat op de grens van zachtere lucht ten oosten van ons land en koelere lucht in het westen. Op die scheidslijn vind je dan vaak bewolking terug en ook weer en weer noemen we dan regenval. Nou, die is er wel, maar stelt niet zo heel veel voor. Kunnen we ook zien op de computeranimatie. Vanochtend lag er wat regen boven het westen van het land. En die regen komt heel voorzichtig dichterbij en zal in de loop van de avond en nacht ons land wel gaan verplaatsen. Maar daarna zien we langzaam maar zeker een vlakke rug van hoge druk over ons land trekken. En dat betekent dat het weer zich enige tijd stabiliseert. Tegelijkertijd nadert er een nieuwe storing en die ligt dan voornamelijk. Namelijk donderdag over het land. Met dan opnieuw de nodige regenval in Nederland. Buiten dat de lijnen van gelijke druk liggen dan ook dichter bij elkaar. En dan zal er ook meer wind staan. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben eerst de nacht nog te gaan. Met temperaturen die langzaamaan gaan dalen. In de avond is het een graad of acht. Er kan hier en daar wat lichte regen vallen. De hoeveelheden zijn niet heel erg groot. En in de loop van de avond, en zeker ook vannacht, wordt het geleidelijk aan wat droger. Met nog een enkele bui wat opklaringen. En plaatselijk ontstaat wat nevel. Echt koud is het niet, 4 of 5 graden de minimumtemperatuur. Dan morgen, maxima van een graad of 10 met geregeld de zon. De zon doet het het best in het westen van het land. In het oosten van het land hebben de wolken het wat, uh, wat beter voor elkaar en sluiten de rijen. Hier ook wel af en toe wat zon en, en de wind die waait matig uit een westelijke richting. Kijken we naar de meerdaagse, dan zien we de donderdag voornamelijk terug met regenval. Uh, het is grijs, het is winderig en heel zacht met 11 graden op de thermometers. De dagen daarna gaat de temperatuur een fractie naar beneden. Het is wat wisselvallig elke dag een enkele bui, maar zeker ook ruimte voor de zon. En de wind blijft toch een vrij belangrijke rol voor zich opeisen. Nou, ook de dagen daarna blijft het vooralsnog behoorlijk zacht met temperaturen die ruim boven de eh, 5 graden uitkomen, boven het langjarige gemiddelde ook. En ook in de nacht zien we amper temperaturen die aan winter doen denken. Misschien heel laat in de periode eens een keer richting het vriespunt een nachtje, maar veel verder zal het kwik niet dalen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.